Ik ben Eline. En ik ben Isis. We staan hier voor de Jumbo in Hoogezand. We zijn voor OPS de Schakel en we doen voor het project De Frisse Blik. We gaan mensen interviewen met de stelling voetballers met coole kapsels maken meer indruk op hun tegenstanders. Denk het niet. Waarom niet? Nou, dan is het een beetje het lol van het voetbal een beetje weg, dacht ik. Nee. Nee. Waarom niet? Omdat de bal rond is. Dus dat maakt een indruk. Ja, nee. Dacht ik niet. Nee hoor, dacht ik niet. Nee? Waarom niet? Nou, omdat ze gewend zijn aan gewoon... Ja, misschien dat ze er even tegenaan kijken. Maar ze zijn gewend gewoon met bloot hoofd te voetballen. Voetballers met een cool kapsel. Dat is een kapsel wat een beetje strak is. Ja. Nou, weet ik niet. Ik kijk denk ik meer naar het voetballen. Wat zeg, dat is natuurlijk wel leuk op het veld om naar te kijken. Ja, waarom dan? Leuk voetballers altijd, leuk toch? Ja. Leuk spel, leuke voetballers. Ja. En vindt u ook dat ze meer indruk maken op hun tegenstanders? Nee, dat denk ik niet. Waarom denkt u dat niet? Omdat ze zodanig bezig zijn met het spel dat ze niet op het uiterlijk denken. Kapsels? Nou, denk ik niet. Nee. Nee. Waarom niet? Oh, dat is niet belangrijk. Nee. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Oké, dank u wel. Vindt u dat voetballers van Nederlands elftal meer oranje smink op moeten? De voetballers? Nee, dat hoeft voor mij niet. Waarom niet? Ze zijn goed in voetballen en dat is het belangrijkste, vind ik. En dan hoeft de smink hoeft niet zo van mij. Dat coole kapsels niet meer indruk maken op mijn tegenstanders, want het gaat om het voetballen.